De Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen, SOGK, heeft gisteren haar jaarlijkse kerstviering georganiseerd voor de pupillen. De Stichting SOGK biedt ontspanningsmogelijkheden aan jeugdigen met een verstandelijke handicap. Daarnaast opereert de stichting ook als dagopvang. Jongvolwassenen met verstandelijke en lichamelijke beperking worden afhankelijk van hun conditie getraind om minder afhankelijk te zijn. Tijdens deze bijzondere kerstviering gaf het voormalig directeur Frank Cameron aan dat zij ook sporters hebben over de hele linie van mensen met een beperking en dat deze groep niet vergeten mag worden. En jullie weten dat ze zowel in Amerika, Canada, Brazil, overal goede prestaties leveren en de Vereniging van Sportjournalisten die eert alle sporters in Suriname, ook deze groep, wordt niet vergeten. En een van de mensen die sportman van het jaar geworden is, dat is dus Biondi Misasi. We mogen hem uitnodigen om zijn award te nemen. Door omstandigheden kon hij niet op de gala zijn, dus wij doen het in klein verband. En de award wordt uitgereikt door Mary Ann, de directeur van SOGK. Cameron zei verder dat SOGK het kerstfeest viert omdat het licht er is en dat ze ervoor zorgen dat zij het licht zijn voor iedereen. Dat wij iedereen met respect en met liefde behandelen zoals wij willen dat zij ons ook moeten behandelen. Ik wil dus namens het bestuur waarbij de leden verhinderd zijn en een ieder die ons bijstaat heel hartelijk dank zeggen voor het feit dat wij nog, ja, dat wij onze 25e kerstviering mogen vieren. En alle mensen die op welke wijze dan ook ons gedenken en ons, ja, het kerst niet laten vergeten, de vele donaties, dat we zeggen kerstbrood, drinken, alles wat ze gesponsord hebben en de groep die straks ervoor zorgt dat jullie iets te eten krijgen en verder alle mensen. Frank Cameron, voormalig directeur van het SOGK. Hij sprak gisteren zijn dank uit bij de 25e kerstviering van de stichting.